Hallo mensen van Trippix Video's, oftewel kijkers van Trippix Video's. Zoals jullie nog weten ben ik Rowan en ik ben weer terug. Ik was op vakantie geweest, dus was eventjes geen Southampton Career Mode online gekomen op Trippix Video's. Maar we zijn weer zo goed als terug. En we gaan gelijk beginnen met de eerste wedstrijd tegen Newcastle. En dan zullen we eens even kijken met welke teampje wij dat gaan doen. Dus eventjes wennen hoor, vergeleken met de andere career modes. Moet ik even wennen wat we hier allemaal hebben. Op zich... Watmore die hoort erin. In plaats van Mane. Zivkovic eruit voor... Oulare, die krijgt bijna nooit de kans. Zullen we hem gewoon een keer de kans geven? Dat is natuurlijk ook wel een goed idee. Tielemans staat iets met Yama. En voor de rest hou ik het zo. Dus let's go. Oké. De wedstrijd tegen Newcastle. Op St. James Park. En ik ben op zich best wel benieuwd met wat voor opstelling Newcastle gaat spelen. Oké, dit is dus de opstelling van Newcastle. Elliot, dat is niet de beste keeper volgens mij. Ward, Taylor, Lesless, Santon, Colbeck, Anita, Abeid, Sissoko, Rivera, Perez. Dit moet makkelijk te doen zijn jongens als ik zo de line-up bekijk. Dus laten we maar gauw beginnen. Daar iets met de hoekschop. Koulibaly, de keeper is er eens bij. Maar hier is Wanyama om de bal op te vangen. Hier is Rodriguez nog. Rodriguez al uit. Een goede redding van de keeper van Newcastle. Maar het is en blijft een corner voor ons. Dus hier is Watmore. Kom op, breng hem in. Daarachter is Rodriguez weer. Die kan koppen. Alleen dit keer niet. En nu zijn ze er nog steeds niet uit. Moet eventjes proberen de ruimte te creëren aan de zijkant. Daar bij Tielemans. Maar ik weet niet wat Tielemans dat doet. Maar het is niet best. Maar we zetten druk. Want ze weten niet wat ze met die bal moeten doen. En ze gooien maar uit. Dus hier is Tielemans. En die gaan we maar gelijk voorgooien. Die gaan we voorgooien. Maar die wordt weggewerkt. En nu zal het gevaar wel een beetje geweken zijn. Tadic. En Oulare. Oké, goede bal op Oulare. Is Oulare snel en sterk genoeg? Is de vraag. Ja, hij is al langs. Oulare, maak hem af. Op de paal. Meen dat in de rebound. Nee. Pech hebben. Nou, hier is Perez. Met de voorzet is goed. Holy shit, wat hebben we daar aan geluk zeg. Sissoko die kopt van open goal gewoon over. Is Ward. Kom op Watmore, dat is jouw man. Oh, hier zijn ze. Ze gaan maar niet weg. Hier is Sissoko weer, het beest natuurlijk. Oh nee, dit is te simpel. Dit is gewoon te simpel. Oh, slecht verdedigd van mij. Maar ook al klik ik op het knopje van wegwerken of afpakken. Dat wil ik nog eens even terugzien, want hier ik klik gewoon op afpakken, maar... Ja, dat is gewoon, ja. Oké, we staan gewoon achter. We moeten gewoon terug zien te komen, want dit kan niet tegen dit team. Nee, hier is Anita. Godsamme jongens. We staan gewoon met 2-0 achter tegen dit Newcastle. Ik ben echt even helemaal de weg kwijt met dit team. Ik weet even niet meer hoe ik ermee moet spelen. En dat is cruciaal. En dat kun je wel zien, want we staan gewoon met 2-0 achter tegen echt... Een van de slechtste teams waar ik deze career mode heb mee tegen gespeeld. In de Premier League in ieder geval. Met allemaal wissels. En ze vernietigen ons gewoon. 2-0 achter. Kom op zeg. Anita. Wat mooi. Beetje pace eromheen. Nee. Die is klein. Wat mooi. Kom op. Nu bij de langs. Voorzet op Oulare. Oulare. Wat een redding van de keeper. De matige keeper waar ik het over had. Die keept toch best wel redelijk. Maar hier is Koulibaly. Oké, Tielemans. Hij kan uithalen. Tielemans kan... Van richting veranderd. Oh, daar hebben ze geluk. Anders was de goede kans dat hij erin ging. En nu moeten wij druk zetten vlak voor rust. We moeten sowieso nog een doepeltje kunnen maken vlak voor rust. Anders is het vrijwel gedaan. Ah, oh, slecht van Tadic. Kom op. Wat moet dan? Ja, iets te simpel. Maar we hebben de bal nog. Kom aan. We hebben de bal nog. Oké, terug op Watmore. Oké, hele simpele afkapping, maar je bent sneller. Oh, kom op, je kan je nog... Wow, what the fuck gebeurt er? Ik zag dit niet aankomen. Maar, de bal is weg. En, ja, slechte kop van Bertrand. Kon nergens ook heen. En nu heeft Anita de bal en ik denk dat hij wel af gaat fluiten. Ja, voor rust is rust. Tjongejonge, lange highlight moet ik daar weer op zeggen. Maar, hoe kunnen we achterstaan tegen een nieuw kist met 2-0 notenbenen? Ongelooflijk. Misschien moeten we maar gelijk even gaan wisselen. Maar ja, wie gaan we wisselen? Mbemba voor Tielemans.
Ja, ik heb geen idee wat nou nut heeft, eerlijk gezegd. Ik denk dat we het zo moeten laten en hopen in de tweede helft dat wij wel een doelpuntje kunnen maken. Of twee. Of drie. Ik heb Jay Rodriguez. Kom op, Jay Rodriguez. Voorzetje. Wat nog? Loop hem. Wat gebeurt er? Bijna een eigen doelpunt volgens mij. Holy shit, wat gebeurt er allemaal? Nou, in ieder geval, we zetten weer druk. Maar het lijkt nog niet tot een doelpunt. Wel bijna, maar bijna is niet helemaal. Wat nog? Goeie actie. Corner, oké. Okay. Wat zal ik doen? Zal ik hem kort nemen of zal ik hem... Oké, Watmore staat daar. Daar heb ik wel vertrouwen in. Dat hij een goede voorzetten kan afleveren. Op Jay Rodriguez. Koppen. Ja, die gaat over. Die gaat naast. Maar. Er is nog genoeg schop. Oké. Dit brengen we wel voor. Tadic. Beetje uitdraaien. Kom op. Oh, loop hem dan binnen. Loop hem binnen. Oh, jongens. Die moet er toch in. We krijgen zo ongelooflijk veel kansen nou. Oké, Watmore met je snelheid. Je moet gewoon makkelijk Santon voorbij kunnen komen. Dan een goede voorzet afleveren. Jay Rodriguez staat daar. Heeft voor het inknikken. Maar springt onder de bal toe. Ongelooflijk. Oké, zijn ze nog een keer. Maak maar 3-0 jongens. Oh, goede redding voor Cillessen. Maar wat de fuck gebeurt er allemaal? FIFA, kom aan. En dan wordt nog gewisseld. Oké, Bertrand dan. Voorzetje. Op. Op. Wat moet dan hier nog achter? Nee, wordt onderuit gehaald met de bal erbij. En er is iemand gepasseerd. Het kan toch niet erger? Het kan gewoon niet erger als dat nu gaat. Een bow. Ah, het gaat echt ongelooflijk slecht. Dat had ik niet verwacht bij mijn terugkomst. Maar ja, kunnen wij hier nog iets doen, is de vraag. Wat nog? Neemt die bal lekker aan, maar... hij is voor hun. Oké. We verliezen met 2-0 van Everton. Newcastle. En Anita heeft een 9 gekregen, ja. Die speelde echt een sterke wedstrijd. Misschien moeten we hem gaan kopen. Nee. Althans... Ik heb daar geen niet echt veel behoefte aan, om het zo maar te zeggen. Maar we staan nu derde. En ja, nog steeds maar 1 puntje minder als City en Chelsea. Maar we zullen eens kijken wat we bij ons jeugdteam hebben. Niet geweldig veel. Nee, helemaal niks eigenlijk. Klin is 2 maanden uitgeschakeld. En een Bo 8 dagen. Maar Klin is 2 maanden uitgeschakeld. Holy shit. Waar komt daar ineens vandaan? De wedstrijd tegen Aston Villa. En als het een thuiswedstrijdje is, dan simuleren we mee. Want dan duurt het seizoen wel heel erg lang. En ja, ik wil natuurlijk wel nog een aantal seizoenen kunnen doen. Of een aantal seizoenen. Sowieso dit seizoen. Oulare, die is blij. Of die wil meer speeltijd. Ja, weet je wat? We gaan gewoon automatisch vervangen. En dan zullen we eens kijken wat er gaat gebeuren tegen Aston Villa. We laten het een beetje afspelen, denk maar. Ik wil het toch een beetje spannend houden, om het zo maar te zeggen. Maar ja, het zou goed moeten komen, eigenlijk. En dan Kuyt, Dirkie Kuyt. Nee, het zou goed moeten komen. Maar ja, dat weten we natuurlijk nooit. En er gebeurt nog niet zoveel. En Lawton. We komen zelfs op achterstand. Richardson. Oké, we komen terug. Bertrand. Kom op jongens. Maak er nog een extra bij. Maak er eentje extra bij. Please. Ik denk niet dat het gaat gebeuren. Jongen. Ah, jongens, laat het ook maar zitten. Tot nu toe is het een dramatische aflevering. En het spijt me ervoor dat ik hem simuleerde. En het spijt me dat ik verloor, maar ik doe ook mijn best. En ik wil zo snel mogelijk hier door dit seizoen heen. En you know what eigenlijk. We zijn toch al door. En het maakt mij niet eens uit of wij eerste of tweede worden. Maar we zijn al door. Dus waarom simuleren we dit niet gewoon eventjes? Oké, sorry dat ik weer 1 wedstrijd simuleer. Een topper en echt een hele leuke wedstrijd had kunnen zijn tegen Wolfsburg. Maar het gaat om de eerste en tweede plek en ja... We winnen zelfs, dus we worden eerste. Hey, het kan ook een keer goed gaan zo te zien. Jongen. En nu tegen Ipswich Town. En dat is ook een thuiswedstrijd. You know what? Simuleren die op. Ja, sorry hoor, maar we moeten sneller het seizoen heen. En dan kunnen we nog misschien nog wel meerdere seizoenen doen. Misschien moet ik... Bijvoorbeeld als FIFA 16 echt bijna eruit is. Simuleren in aflevering. Dus eigenlijk gewoon heel veel simulatiewedstrijden doen in een aflevering. Holy shit, wie is Steffens? Oh, die gast wil ik verkopen. Die is fucking slecht. Die staat er gewoon in. En die scoort. Dus hij is belangrijk. En we winnen met 3-0. Mane en Jay Rodriguez. Ja, kijk, ons team staat op zich wel goed. Alleen tegen Aston Villa kan een keer gebeuren natuurlijk. Maar ja, dat willen we niet vaker zien. Maar nu de belangrijke wedstrijd tegen City.
afwijzen, 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 afwijzen. Ja. Afwijzen die op. Oké, okay, dan de volgende aflevering. Zullen we City spelen? Zullen wij Leicester spelen? Zullen wij Hull simuleren? Want het is een thuiswedstrijdje. En misschien, dan is de transferperiode weer open. Dus volgende aflevering is de transferperiode weer open. Dus laat weer suggesties achter van wie we moeten gaan halen. Swansea kunnen wij simuleren op zich. Arsenal kunnen wij, ja, gaan we spelen. En FA Cup kunnen we ook spelen of simuleren. Maar wat vind je van het idee om toch meer wedstrijden te gaan simuleren? Anders dan duurt het seizoen te lang. En dan weet ik niet eens of we dit seizoen uitkrijgen voor het einde van FIFA 16. Of van FIFA 15. Zo, ik moet even... Moet je ook dan even iets drinken? Maar dat maakt nou niet uit. Even kijken naar het teamverslag, selectieverslag. En dan bedank ik je voor het kijken naar deze aflevering. Vond je hem nou leuk? Laat een like achter voor Trippix video's. Abonneer op Trippix video's. Check ook even mijn kanaal, ShadowXNL. Staat in de beschrijving. En dan zie ik jullie spoedig. Zaterdag weer. Bij een nieuwe aflevering. Later mensen.